De Tweede Kamer debatteert al jaren over buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland. Hierover is nog steeds veel onduidelijk. Daarom doet de Tweede Kamer hier nu onderzoek naar. Mijn naam is Michel Roch. Ik ben voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. De ondervragingscommissie doet namens de Tweede Kamer onafhankelijk onderzoek. We zijn gericht op waarheidsvinding. We willen een feitelijk beeld schetsen over dit onderwerp. Vindt er beïnvloeding plaats? En zo ja, op welke manier? En welke mogelijke oplossingen en maatregelen zijn er om deze beïnvloeding tegen te gaan? De parlementaire ondervragingscommissie bestaat in totaal uit 9 Tweede Kamerleden. De afgelopen maanden heeft de ondervragingscommissie rapporten gelezen, gesprekken gevoerd en stukken gevorderd om zich te verdiepen in dit onderwerp. Zo hebben we ons voorbereid op de openbare verhoren. Hiermee starten we op 10 februari. De komende 2 weken vinden op maandag, woensdag en donderdag de openbare verhoren hier in de enquêtezaal plaats. In de eerste week verhoren wij een aantal deskundigen en mensen uit de gemeenschap die ervaring hebben met beïnvloeding uit het buitenland. In de tweede week zoomen we in op 3 concrete voorbeelden. We verhoren dan getuigen die ons meer kunnen vertellen over of verbonden zijn aan de Assouna Moskee in Den Haag, de moskeeschool Al-Fitra in Utrecht en de Islamitische Stichting Nederland, de Nederlandse tak van Dianet, waarbij ruim 140 Turkse moskeeën verbonden zijn. Iedereen die we verhoren staat onder ede. Uiteindelijk stellen we een verslag op met de bevindingen van de commissie. Hierin nemen we ook alle verslagen op van de openbare verhoren en de genoemde maatregelen. Naar verwachting bieden we eind april het verslag van de commissie aan de voorzitter van de Tweede Kamer.